Ja. Mensen nemen steeds meer contact op via internet, hè. Dat is bekend. Dan, als zij op internet de informatie aanvragen, dan krijgen wij de lead binnen. En ja, die worden door ons adequaat opgepakt de volgende dag, hè. Want niet oppakken is een gemiste kans. Je ziet duidelijk die strijd ook hier onderling van ja, je wil gewoon graag aan de slag. En die leads die 's morgens er zijn, die pakken we dan uiteindelijk op en dan kijken wij wat de klant wil, een proefrit of een offerte of beide. En dan ja, maken we natuurlijk de afspraak met de klant. Wellicht dus een leuk even een voorbeeld te geven. Er was laatst een proefrit met de Renault Clio en de klant zei eigenlijk na een proefrit van de naam witte, dat vind ik niks. En uiteindelijk maken we dan een filmpje van een auto die we op voorraad hebben in een andere kleur. De klant gaf aan dat ze een groot scherm wilden hebben, een navigatiescherm. En daar maken we dan wat beelden van. Ik zal jullie het filmpje besparen, maar jullie begrijpen wat we bedoelen. En die stuur ik dan uiteindelijk, of die sturen wij dan naar de klant toe. Waardoor zij op elk moment van de dag dat kunnen terugkijken, het kunnen doorsturen en het nog eens kunnen kijken. Ja, wij geven daarmee duidelijk aan, ten eerste ons e-mailadres is dan ook direct weer eventjes onder de aandacht het filmpje. En ze zien ook weer ja, met wie ze contact hebben gehad, mochten ze daar het, ja, ze herkennen maar in ieder geval dat ze weer een contact met kunnen opnemen, laat ik het zo zeggen. Dat kan natuurlijk met het hele gezin, dat terugkijken. En dat zie je ook heel vaak, dat het ja, heel vaak gedeeld wordt, die filmpjes. Dus het blijft niet bij één keer kijken, maar ja, men blijft het maar terugkijken. Dat is in ieder geval de praktijk, hè, dat het vaak wordt teruggekeken. En dat is eigenlijk ook met na de aflevering, hè, dat geef ik ook aan, dat we dat dan nog een keertje het filmpje kunnen laten zien van de bediening en dergelijke, dat zij daar ook weer op terug kunnen kijken. Ja, dat maakt het contact in ieder geval anders dan voorgaand, maar wel heel efficiënt en ja, op zich leuk om te doen. En ik merk het ook aan mezelf, dat ik veel dingen terugkijken op internet en veel filmpjes bekijken. Met één zoekwoord krijg je ja, dan ja, heel veel resultaten naar boven. En dat is leuk als wij daar natuurlijk bij staan.